Dag, jullie kunnen het misschien zien, maar ik ben op de vesting. Ik ben Pokémon aan het spelen en aan het wandelen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag. Deze ochtend gaan we boodschappen doen. En vanmiddag weet ik nog niet wat ik ging doen, want we gingen normaal een share kruisen, maar dat gaat nu niet door. Omdat mijn vader iets moet doen. En ik kan dat niet alleen. Dus eigenlijk huizen. Dus ik was aan het twijfelen tussen een hele hoop dingen om te gaan doen. Ik wil heel graag gaan wandelen. Maar ik heb zoiets van, moet ik alweer gaan wandelen? Maar ik denk dat ik dat wel ga doen. Want ik heb er wel zin in. En ik wil vooral ook heel veel foto's maken op de vestingen deze keer. En Pokémon's vangen. Dus misschien gaan we dat wel doen vanmiddag. Ik ga ook een video filmen voor mijn kanaal. Ik ga een What's on my iPad video maken. Of een What's on my iPhone, dat weet ik nog niet. Ik denk een iPad, want dat heb ik nog nooit gedaan. En een iPhone heb ik ooit al eens gedaan. Maar ooit komt er nog wel een keer een What's on my iPhone als ik meer tevreden ben over de apps die erop staan. En ik wil nog een video filmen, maar ik heb nog geen idee welke. Want ik moet nog een video filmen voor zaterdag. Want zaterdag kom ik pas thuis en ik kan eigenlijk heel toepasselijk een What's in my travel bag video maken. Dan heb ik er een eerste keer een goed excuus om mijn valies deftig te maken. Dus dat gaan we doen. Dat is een goed idee. Naar de Aldi en de Colruyt geweest. In de Colruyt heb ik een oud leerkracht van mij gezien en een oud medeleerling. En nu gaan we mijn broer oppikken hier aan het station. Daarom zit ik te wachten in de auto. Dan gaan we naar de Aldi. Ja, de shoot is komen, want ik heb dringend schoenen nodig. En mijn broer gaat nog naar de Siena. Dan gaan we naar huis. Ja, video's filmen. En mijn broer is daar. Ik zie hem zo aan de mama is zeker aan de hele andere kant. Ik ben terug thuis. We hebben boodschappen gedaan. Ik heb schoenen gekocht. En nu ga ik een shoplog filmen. En dan ga ik mijn What's on my iPhone filmen. En dan mijn travel bag. En rond 4, 5 uur ga ik naar Ieper. Om nog één boodschap te doen. Te tanken en te wandelen op de vestingen. Kom, sapje. Kom. Dag, jullie kunnen het misschien zien, maar ik ben op de vesting. Ik ben Pokémon aan het spelen en aan het wandelen. Met de wandelschoenen van mijn moeder, want de mijne liggen altijd op mijn werk. Ik zit wel met een ander Pokémon Go account aan het spelen, want mijn standaard Pokémon Go account raak ik niet meer op. Ik heb nu met mijn gewoon e-mailadres een account die ik al heel lang heb beginnen spelen. Alles moet opnieuw, maar het komt goed. Nee, zit ik nog maar level 10 en om andere accounts zit ik in de 30. Wel leuk is dat ze een aantal nieuwe dingen aan hebben gelegd op de vestingen, zoals dit brugje waar ik nu aan het overlopen ben. Die echt een heel mooi zicht heeft op een stukje van het water langs de vestingen. En ook een stuk houten speeltuinachtig iets. Echt heel leuk en heel urban, natuur, recreatieachtig. Echt heel erg leuk. Het is wel tof als de plaatsen waar je
al jaren komt, een beetje verjongeren en moderniseren, maar op een leuke manier. En alle nieuwe paadjes zijn aangelegd met hakseling, dus dat maakt het nog veel fijner. En nu gaan we proberen voor de derde keer vandaag te gaan tanken. Hopelijk is het de derde keer een goede keer. Ik ga nu ook naar een ander tankstation. Tessa maakt! Woe! Ik wou me voornemen om een klein beetje mijn kamer in orde te doen voor ik op reis ga. Is er niets van in huis gekomen. Maar ik heb morgen nog een klein beetje tijd om dat wel te doen. En tegendeel mijn bed leggen, want ik heb eigenlijk vol dingen voor op reis. Mijn bureau ligt vol schoendozen van schoenen die ik heb gekocht. En nog andere dingen. Mijn blaadjes gevallen. Tijd om mijn floorkalender te doen. Want dat was het blaadje van gisteren. Dit was het blaadje van vandaag. Een mooie knotwelgboom. En dit is het blaadje van morgen. Venetië. Van Outnot. A-U-T-N-O-T-T geschreven. En nu ga ik mijn kleren morgen in de badkamer leggen, want we moeten morgen helemaal in het zwart zijn, omdat het over de vleermuizen gaat. En dat komt nu wel goed toevallig uit, want toevallig heb ik heel wat zwarte kleren, waaronder deze volledig zwarte maar super comfortabele hoodie die ik normaal eigenlijk niet aandoe aan mijn werk, omdat ik dan denk van is dat wel gepast om aan het onthaal in een hoodie te zetten. Maar de dresscode is zwart, dus we gaan voor zwart. En deze zwarte trui combineer ik met deze zwarte broek, high-waisted, en dit zwart topje. Maar ik ga wel witte schoenen aan doen. Dus niet helemaal zwart. Ik heb wel zwarte laarsachtige schoenen. Maar ik moet morgen de drank voorzien. En ik denk niet dat ik super goed lang ga staan op mijn zwarte schoenlaarzen. Alleen ik ben het eigenlijk bijna zeker. En ik ben een beetje moe. Want ik heb vandaag bijna 12.000 stappen gezet. Dankzij mijn wandeling op de vestingen. En deze camera weet totaal niet waar ik moet focussen. Zo, het is 20 na 10. Morgen ga ik met de fiets, dus ik moet een stuk vroeger opstaan. Ja, je hoort het goed. Morgen ga ik met de fiets. Ik ga me dat zo hard beklagen. Het is wel een elektrische fiets, maar dat is al heel erg lang geleden voor mijn gevoel. Dus we gaan dat nog eens doen. Maar dat betekent ook dat ik iets te vroeg moet gaan slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. En ik moet het klepje echt naar beneden doen. Want ik kijk er altijd in. Want ik zie mezelf graag. Maar ja, echt. Eigenlijk zie ik mezelf wel graag. En dat hoort ook zo, denk ik dan.